De decentrale overheden uit de noordelijke Randstad hebben zich verenigd in de metropoolregio Amsterdam en willen hun gebied concurrerend, innovatief en leefbaar houden. Hiervoor is het essentieel dat er goede verbindingen zijn, zowel binnen de regio als naar andere regio's. Vandaar dat de metropoolregio een toekomstbeeld van het spoor heeft ontwikkeld, samen met de regio Randstad-Noord van ProRail en NS. Er is ook rekening gehouden met belangrijke stakeholders zoals Schiphol en goederenpartijen. Hierdoor is het beeld realistisch en kan het rekenen op draagvlak bij alle belanghebbenden. Het beeld omvat 17 ontwikkelopgaven. De volgende stap is het uitwerken van deze ontwikkelopgaven in een uitvoeringsprogramma met concrete maatregelen. Bijvoorbeeld door de infrastructuur of een knooppunt aan te passen, door de aanleg van extra spoor en het zorgen voor een betere overstap. Daarnaast kan slim worden omgegaan met het bestaande spoor door de dienstregeling te veranderen. En dat hoeft niet per se veel geld te kosten. Het toekomstbeeld gaat uit van de reiziger. Zowel de forens, die dagelijks in de spits reist, als de dalreiziger die incidenteel treint. Beide moeten bediend worden door een betrouwbaar spoornetwerk met goede verbindingen dat goed in kan spelen op de behoeften van de verschillende soorten reizigers. Uitgangspunt in dit netwerk zijn de economische bestemmingen van de regio, de zogenaamde poorten. Om deze te bereiken gaat de reiziger via regionale knooppunten en centrale overstapknooppunten. Centraal staat de totale deur-tot-deurreis door aansluitingen op de knooppunten met hoogwaardig openbaar vervoer, maar ook door voorzieningen als park and ride en fietsroutes. De basis van het toekomstbeeld vormt het programma Hoogfrequent Spoorvervoer dat mogelijk maakt dat er meer treinen kunnen rijden. Door hierop aan te sluiten kunnen investeringen van het Rijk beter benut worden. Zoals gezegd is in het toekomstbeeld ook rekening gehouden met belangrijke stakeholders zoals Tata Steel en de haven van Amsterdam. Hun grondstoffen en producten worden immers door goederenvervoerders over hetzelfde spoor getransporteerd. Daarnaast wil ook Schiphol via het spoor goed bereikbaar zijn voor reizigers vanuit heel Nederland, terwijl hier in de regio ook veel forensen reizen. Kortom, er ligt een doordachte en gedragen set van ontwikkelopgaven om de bereikbaarheid van onze regio te versterken. Het hoeft alleen nog samen ingevuld en uitgevoerd te worden.